Goedenavond, alle mensen. Ik ben Christian Klem. En van beroep ben ik streuper. En ik heb ook een vrouw in het joken. Deze hier, onder mijn rug, heeft van onze joken gekregen met mijn verjaardag. Ik zeg, mijn moeder naar mijn jou met je zooi. Weet jij niet, zussen? Dat draait op mijn rugzak. Toen ik mee op zijn woord was. En Mies, streuper, ze hebben bij ons bij de Klemgezin bloed hoor. Hulp met een familie stripte. Ons opa was een streuper. En als hij iets gevangen had, dan verkocht hij een meepestand. Hij had ooit gepresteerd om voor een hert 100.000 gulden te vragen. Ik zei tegen zo'n paar van mijn opa, voor 100.000 gulden heb je toch niet kwijt, heb je gevraagd gevuld voor geld. Maar hij was hem kwijt hoor, echt serieus. En gebeurt misschien niet, maar hij heeft hem niet verkocht. Hij heeft hem gerold tegen twee kanalen van ieder 50.000 gulden. Ja, zo kan het ook. En dan hebben we onder mijn broertje nog. Dat is een heel goede streuper. Dat is een plastieke chirurg. Die een faceliften en je strupt het vel over oren. Dat zit allemaal in de family. Mijn schoonmoeder, dat heb ik ook een keer meegewist op streuptocht. Ja, in no time in horse geslachtofferd. En dat was de eerste keer in mijn leven dat ik een koe in horse heb zien vangen. Dat ik zo, ja. Oei, schieten, ja. Heb thuis geleerd, toen ik op een lege stoel zat. Ik ging in de huiskamer, op neergeschoten. Komt zijn pa in één keer binnen. Zei pa, wat zal ik nou eens raken? De ruit, zegt hij. Inderdaad, de ruit was niet gepast.